dit gebouw is ooit gebouwd met geld van haringvissers, van scheepsbouwers, van vatenmakers. Vrijdagmiddag, Tennispark Spier en Zoek. Business Park Not As Usual is in volle gang. De borrel is op tafel. Voor me staat John van Oudenaarde. En John heeft, heeft het eigenlijk op zijn geweten, hè, John? Vertel eens, hoe is het vanmiddag gelopen? Heb je het naar je zin gehad? Ik heb het naar mijn zin gehad, maar niet alleen ik. Ook de 100 bezoekers hebben het enorm naar de zin gehad. Dus we hebben vanmiddag 100 ondernemers uit de hele regio is naar Tennispark Spieringhoek geweest. Paviljoen 010 trouwens. Ik noem het toch maar even, omdat het toch een leuke samenwerkingsverband is geweest met elkaar. En we zijn begonnen met de tennisclinic. Dat was georganiseerd door Bananensport op de tennisbaan met Martin Verkerk. En terwijl de clinic nog in volle gang was, kwam ondertussen John de Wolf aanlopen. En die heeft een hele erg leuke presentatie gegeven over zijn eigen carrière en de dingen waar hij op dit moment mee bezig is. Dus het was een hele leuke interactie. Ook tussen John de Wolf en Martin Verkerk? Die zijn samen op de foto gegaan. Nou ja, ieder zijn ding natuurlijk. Maar het was wel leuk om twee van die beroemde sporters in Schiedam te hebben. Daar ben ik zelf wel heel erg trots op. Wat ik verder heel erg gezien heb, is dat mensen die eigenlijk nooit zo op netwerkborrels komen of netwerkevenementen, die zijn hier wel gewoon geweest. En ik heb van behoorlijk wat mensen gehoord van, dit is eigenlijk best leuk en dit kan wel eens een nieuw concept zijn. En dat is wat ik wilde bereiken. Heb jij op een bijzondere manier je best gedaan om die mensen te bereiken die je anders wellicht niet zo vaak op borrels ziet, zoals je zegt? Nou ja, het concept is zo dat we met name met partners werken en die partners nemen hun eigen relaties mee. Dus het is toch wel een soort olievlek wat werkt. En ik ben wel begonnen met de mensen uit mijn eigen netwerk die ik in de jaren de loop der jaren heb opgebouwd om daarmee te starten. En eigenlijk ging het allemaal onvoorwaardelijk, ja, tuurlijk John, doen we mee. En die mensen heb ik allemaal net gesproken en die vinden het zo leuk en die zijn wel weer van plan om de volgende keer ook mee te doen. Plus een aantal nieuwe bedrijven die zich al hebben aangemeld. Dus het heeft potentie, zeg maar. Waarom ben je eigenlijk begonnen, John? Want er zijn natuurlijk wel al de nodige netwerkborrels en ontbijten in de stad. Zeker het laatste jaar. Juist, maar business as usual is eigenlijk ontstaan. Een paar jaar geleden wilde ik skifestival organiseren. En daar was dit een onderdeel van. En dat business as usual, dat zou toen de tijd een groot succes zijn geweest. Want we hadden heel veel partners. Maar omdat het skifestival niet door is gegaan, ging natuurlijk business as usual ook niet door. En ik heb altijd over het idee gehad en de wens gehad om het nog eens een keertje te organiseren. Alleen nu wat minder groot als dat ik toen voor ogen had. En daar ben ik erg blij dat ik het op deze manier gewoon heb gedaan. De locatie is geweldig, op een tennispark en een knusse kantine. En die mensen die hier aankwamen, die wisten dus absoluut niet wat ze gingen verwachten. Trouwens, ik ook niet hoor. En dat was wel heel erg leuk, dat die mensen zeiden, ja, wauw, dit is wel heel erg leuk. En ik heb, meneer Lamers die toch nog even de tijd neemt om langs te komen. Een aantal ambtenaren zijn geweest. Ik heb Annemieke Loef gezien. Ik heb mensen van Irado gezien. Nou, noem maar alle bedrijven maar op. En Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam. Dus het kan zomaar een nieuw regionaal evenement worden. Waarop wil jij je graag laten voorstaan? Hoe zouden mensen Business Not As Usual moeten leren kennen? Wat is, zeg maar, de sfeer die erbij hoort? Het codewoord? Netwerken gewoon op een ongedwongen manier. En ik denk dat het woord netwerken niet zo belangrijk is. Op een leuke manier met elkaar omgaan. En ondernemers, als ze met elkaar in gesprek gaan, gaan ze toch wel over zaken hebben. Dat hoef je echt niet te benoemen met die mensen. Dat doen ze al. En je ziet het ook, je hoort het achter me, je ziet het achter me. En er zijn mensen die zijn er met elkaar in gesprek, die elkaar nooit eerder gekend hebben. Dus je ziet wel hoe laagdrempelig eigenlijk een evenement kan zijn. Ik denk dat dat een beetje het toverwoord is. Zijn er al nieuwe ideeën opgeborreld of bij jou of waarvan je gehoord hebt? Nieuwe initiatieven, samenwerkingen die hier vandaag geboren worden? Ja, er zijn net wat. Er zijn een aantal mensen al geweest om een aanbod te doen. Om te kijken of we daar wat meer samenwerking mee kunnen doen. Maar wat ik zelf nog voor ogen heb, we hebben net een soort wedstrijd gedaan met het pitchen. En daar zie ik nog wel mogelijkheden om dat wat spectaculairder te gaan maken. Bram van den Hengel van de Grote Kerk won op zijn sloffen, geloof ik, hè? Ja, en dan zie je gewoon dat mensen wel heel erg betrokken zijn bij de stad. En eigenlijk hebben ze dat laten zien door Bram te laten winnen met het pitsen. Ondanks dat hij geduchte tegenstanders had. Maar mensen zijn begaan met de kerk en daar word ik echt blij van. Want ik ben ook begaan met de kerk, ben ook zakenvriend van de kerk. En ik organiseer daar leuke feesten met mijn team. Samen met Sas, dus ja, echt top. Heb je al idee voor een volgende netwerkborrel? Wanneer, waar en hoe? Nou, ik ga er nog wel een nachtje over slapen, maar mijn buikgevoel is heel erg goed. En vaak als mijn buikgevoel goed is, dan
er komt echt nog wel weer wat aan, ja. Veel succes. Hey, dankjewel. Sander Versluis was vandaag gast hier, presenteerde het geheel. Jij hebt dus een heel goed idee meegekregen van de sfeer van vandaag. Wat viel er op? Wat ik leuk vond, ik moet zeggen, ik ben niet een autorennetwerkbijeenkomstbezoeker, maar ik kom nog wel eens ergens, dat met name hier het publiek zo gemêleerd was. Van alles wat. Een soort rijke schakering uit de regio. En dat vond ik heel erg aardig om te zien. Een aantal, ik noem maar even diehard ondernemers, maar ook mensen die misschien in de categorie wat kleinere winkeliers vallen. Die ook weer hun relaties mee hadden genomen. Dat maakte het toch wel tot een bijzondere sfeer. Dat vond ik heel erg aardig eraan. Dus een gemêleerd gezelschap, ja, vond ik leuk. Je bent zelf ook ondernemer. Wat is het belang van zo'n netwerkborrel als deze in dat verband? Nou, wat ik merk is, ik was hier als presentator vanavond, maar zo tussen de bedrijven door heb je wat gesprekken. Dat je toch, en ik denk dat dat ook de essentie is van netwerken, weer eens wat mensen tegenkomt die je misschien niet elke dag spreekt. Even bijpraten. En ja, dat je zo gaandeweg met een drankje erbij ook weer wat nieuwe gezichten ziet. Dat leidt vaak niet meteen tot werk en tot allerlei contracten en opdrachten en zo. Maar zorgt natuurlijk wel voor dat je eigen netwerk net weer eventjes een tikje groter wordt. En daar kun je op welke manier dan ook wellicht in de toekomst toch een keer je voordeel mee doen. Ook van belang voor de stad, voor Schiedam. Ja, heel erg belangrijk voor Schiedam. Ik vond het ook leuk om te merken dat die inbreng vanuit Schiedam, dat is de plek waar we staan ook op dit moment, dat die rijk aanwezig was met een pitch van centrummanager Fons Okkersen, met een wervend verhaal van de voorzitter van het bestuur van de Grote Kerk, Bram van Hengel. Dat zijn beide toch instituten. Die kerk als belangrijk gebouw in de stad, die de hulp van het bedrijfsleven zo hard nodig heeft om überhaupt open te kunnen blijven. Fons als voorzitter van een stad waar bedrijvigheid is. Het is belangrijk dat die mensen hier hun podium hebben en ja, dat ze ook op deze manier proberen wat zieltjes te winnen. Want uiteindelijk staan we met z'n allen voor één taak en dat is Schiedam in de vaart der volkeren opstuwen. En dat lukt de laatste jaren volgens mij ook steeds beter. Zelf nog ideeën het afgelopen uur, de afgelopen twee uur gehad waarvan je denkt, hey, daar gaan we maandag even een telefoontje aan wagen? Nou, ik geloof niet zozeer als het echt gaat om business, maar waar ik wel echt door geraakt was, was het verhaal van John de Wolf, die hier keynote-spreker was vanavond. En die behalve oud-voetballer en trainer en analyticus tegenwoordig, zich vooral inzet voor de werkzoekende 50-plusser. En ik vond het ontzettend leuk om zijn verhaal te horen. Je hebt een bepaald beeld van iemand en nou ja, juist zo'n evenement maakt dan dat je toch ook misschien even met andere ogen naar dingen gaat kijken. Hij toonde met name zijn zachte kant ook vandaag en liet weten dat als hij bezig is met 50-plussers die werk zoeken, hij niet altijd naar dat cv kijkt. Sterker, dat schrijft hij terzijde, maar hij is met de mens bezig en ook echt betrokken. En hij sloot af met het verhaal dat hij regelmatig via Twitter bijvoorbeeld een noodkreten van 50-plussers krijgt, die bijvoorbeeld even een kopje koffie met hem wil drinken. En dat hij dat ook echt doet vervolgens. Ja, vond ik mooi. Dat is alweer een nieuw inzicht.